Het Kruiswegpark in Rumen dreigt de poort op slot te moeten doen. Het ongehaat van het park is te duur volgens de stichting die het park moet beheren. En dat wordt elk jaar lastiger. Dat zijn de blaaier. Elk jaar komen die weer terug. 5.500 kilo blaaier die we elk jaar moeten opruimen. Het park is een stiltepark waar ze tot rust kunnen komen. De kinderen de stations bekijken. Die gemaakt zijn door Karel Luker. Een schets van Pierre Kuipers. En dus het levensverhaal van Christus, het einde van het levensverhaal van Christus, werd die tentoongesteld. Ja. En dan hebben we hier ook wel eens messen gehaaien, toch? Ja, in het seizoen werden er zonnige messen gehaaien, mits het morgens om 9:20 graden is. Om te goed te gaan omhaaien, moeten we een masterplan gaan maken, waarbij naast het financiële gedeelte ook andere mogelijkheden bekeken moeten worden om dat te kunnen doen. En ook te kunnen blijven doen, want dat is belangrijk. Is dat al helemaal nu dit probleem? Is dat nu voor het eerst? Nou, dat is niet nu. Alleen het werd steeds nijperder en steeds erger om het van de grond te krijgen. We zijn al jaren bezig met dat op te vangen. Bijvoorbeeld met de vriend van het Kruiswegpark die ons zou kunnen helpen. De gemeente, het Rijk, de provincie en het Skandfonds. Kloosters aanschrijven, dat hebben we allemaal al gedaan. Maar die blaaier blijven toch ieder jaar weer terugkomen? Hè? Dat is geen beginnen aan alles. Nou, het Kruiswegpark is ingezegend op 18 augustus 1920. Dus over 3 jaar bestaan voor 100 jaar. Zolang is het Kruiswegpark er al, het hele van alles meegemaakt. Sinds 2004 zijn we eigenaar ervan. Dan hebben we de hele zaak opnieuw gerestaureerd. En het ziet er weer heel mooi uit. Maar de mankementjes beginnen weer terug te komen. Bijvoorbeeld de wortelen van de buim beginnen de bodem van de staties omhoog te drukken. Vriend van het Kruiswegpark, we hebben daar een groei in gehad. Maar ja, die sterven nu alleen nog maar. Het zou fijn zijn als een nieuwe generatie zich bij het park gaat aansluiten. Heel geer, heel geer. En dat is vrij gemakkelijk. www.kruiswegpark.nl kan iedereen zich aanmelden.